We hebben het onderwerp van deze week tot dusver zorgvuldig vermeden, want je gaat het niet leuk vinden. Ik ben de tweede helft van mijn overtollige kilo's kwijtgeraakt door te stoppen met drinken. Wat jij nu voelt, dat voelde ik ook toen ik bij Wendy kwam en zij mij voorstelde vanaf dat moment nog maar echt serieus maximaal 1 glas rode wijn per dag te drinken. Dat stond natuurlijk al die tijd in mijn weekmenu, maar had ik tot op dat moment min of meer opgevat als een soort van facultatieve suggestie, een soort zou ook nog kunnen, maar hoeft niet per se. En ik was dan ook vrolijk in mijn vertrouwde gezelligheidsdrinkermodus doorgegaan tot die boze toverkol dus voorstelde ermee op te houden, want 1 wijn is geen wijn tenslotte. Ik hief dus ook de armen ten hemel, ik schreeuwde moord en brand, dan ben je gek en dan heb ik helemaal niks leuks meer in mijn leven. Nou ja, je ziet het me wel doen. En voor de eerste keer sinds ik Wendy in mijn leven had, voelde ik me echt genaaid. Zo hadden we het niet afgesproken met elkaar. We hadden het nooit serieus gehad over stoppen met drinken. Ik was gezond gaan eten, ik was gaan sporten en nou was het nog niet genoeg. Tja, zei Wendy, je moet het ook helemaal zelf weten natuurlijk. En je bent al 12 kilo kwijt en dat is mooi, maar je wilt zelf verder. En er is nog veel te halen als je stopt met drinken. Nou, het kwam die middag verder niet meer goed. En ik weet wat je je nu afvraagt, want dat vraagt iedereen. Hoeveel dronk je dan wel niet? Nou, ik heb slecht nieuws voor je. Waarschijnlijk net zoveel als jij. Wijntje voor het bij het eten, biertje te veel bij het voetbal of op het feestje. Vroeger nog een mooi glas whisky, maar daar was ik al jaren geleden mee gekapt. Wat ik zeg, een gezelligheidsdrinker. En toch bleef het knagen. Ik was eerlijk gezegd ook een beetje geschrokken van mijn eigen reactie op de suggestie van kappen met drinken. Een reactie die ik later ook van veel anderen heb gekregen toen ik eenmaal was gestopt. Heel heftig, geschrokken, agressief bijna, alsof ik iets heel dierbaars wilde afpakken. Terwijl iedereen tot de dag van vandaag van mij lekker zelf moet weten wat hij doet hoor. Want het zou toch wel erg hypocriet zijn als ik iemand anders zou beschudden waar ik zelf zoveel plezier aan heb beleefd. Maar toch, zou ik er niet eens serieus over kunnen nadenken of het echt zo belangrijk was, drinken? Of toch misschien een stomme gewoonte of een lichte verslaving die zich listig van mijn meester heeft gemaakt? Uiteindelijk stopte ik zomaar midden in een wilde kater van het feestje van de dag ervoor op de 3e hole van een golfbaan in Brabant. Eerst voor eventjes, toen voor een tijdje en toen ik het aan mezelf durfde toegeven en mijn vrienden er al bijna aan gewend waren geraakt, voor altijd. Binnen een mum van tijd was ik van 102 kilo afgevallen naar onder de 90. 10 kilo pure witte wijn. En was het nou zo erg? Is het nou zo erg? Ben ik nou een sociale outcast die elke dag huilend hunkert naar zijn bierinfuus? Nee, het is niet alleen maar leuk. Mensen doen raar en je bent ietsje eerder uitgepraat op je verjaardag. Maar je hebt ook nooit meer katers. Je bent veel energieker en scherper dan voorheen. Je kunt altijd rijden in de auto en je slaapt beter. En je bent natuurlijk altijd paraat in bed. Dat is ook een voordeel. We praten zo verder met Astrid en Roel over wat alcohol echt met je doet. Hoe je deze malle gewoonte kunt verbreken. En of een beetje drinken misschien anders ook een optie is. Welkom bij Als Jan het kan, het programma voor afvallen en gezond leven voor gewone mannen zoals ik, maar ook altijd met Astrid Posma en Roel Hermans, respectievelijk voedings- en gedragsdeskundige van het Voedingscentrum. Dit onderwerp, ja, ik ben ook in het kader van afvallen en de gezonde levensstijl al bijna 2,5 jaar geleden ook radicaal gestopt met alcohol drinken. Maar wat je een kan met wormen openmaakt als je stopt met drinken. Roel, waarom is iedereen er zo hysterisch over als een geliefde of een vriend stopt met drinken? Alcohol is natuurlijk het ideale bindmiddel tussen mensen. Maakt dingen net iets leuker voor veel mensen. De rem gaat er een klein beetje af, waardoor het contact wat soepeler loopt. Nou ja, daarnaast heb je ook nog wel gewoon wat fysieke genot ervan. Ja, er zitten dus heel veel voordelen wat dat betreft aan het drinken van alcohol. En als je daar dan mee gaat stoppen, en dat zal iedereen herkennen die een keer niet drinkt op een feestje, ja, dan moet je je verantwoorden. Hoezo drink jij niet? Vrouwen zullen dat zeker herkennen. Wordt meteen gerelateerd aan een mogelijke zwangerschap. Ja. Mannen, dat is toch een klein beetje voor watjes als je niet drinkt. En wat is er dan aan de hand? Ze pakken het de eerste 2 dagen, vindt iedereen het super stoer. Oh, dus je had even een beetje zware tijd, dus je kapte even een tijdje. Oh, ja, nou, dat is toch dat is wel stoer. Maar dat moet het niet te lang gaan duren. Je gaat niet wel gezellig een wijntje drinken. Ja, omdat we eigenlijk allemaal wel weten dat alcohol niet heel goed is. En als iemand dan in onze sociale omgeving dan stopt, dan word je ook een beetje geconfronteerd met jezelf. Want je kijkt gewoon in de spiegel en denkt, hey, deze persoon doet het wel. En jij hebt zelf soms ook een beetje schuldgevoel over je alcoholgebruik. Als het, hoe slecht is alcohol eigenlijk? De norm zou moeten zijn niet drinken. Ja, voor je gezondheid wel. Als je wil afvallen en aan je gezondheid wil denken, dan zou je eigenlijk geen alcohol moeten drinken. Een glas alcohol heeft zo gemiddeld 100 calorieën. Dus als je 6 biertjes of 6 glazen wijn drinkt op een avond, stel je hebt een leuke voetbalwedstrijd gespeeld, je zit in de kantine met de jongens, het is niks. Nee, die 6, dat is bij elkaar ongeveer de hoeveelheid die ook in een pizza zit.
Dus je drinkt een pizza bij. Een hele pizza weg. En we zien uit steeds beter onderzoek steeds duidelijker dat elk glas alcohol eigenlijk je risico op ziekte verhoogt. Dus al vanaf dat eerste glas is er toch al een hoger risico op beroerte, op borstkanker, darmkanker. Dat zijn gewoon serieuze ziekten. Ja, maar dan gaan we niet gemeen doen tegen mensen die wel lekker wat willen drinken. Want ik heb het 30 jaar lang met veel genoegen gedaan. Maar eigenlijk is het dan toch wel raar dat we dat als de norm beschouwen. Wel drinken, want je bent gewoon sociaal gezien als je drinkt. En niet gewoon als je dat niet doet, want dan word je een beetje raar aangekeken. Ja. En mensen zijn zelfs een beetje bang van je, want vanwege die spiegel. Maar zou dat eigenlijk niet andersom moeten zijn? Zou dat niet moeten zijn dat het drinken de uitzondering is? Dat moet gewoner worden en ik ben wel hoopvol, want ik zie wel groepen nu die daarin gaan veranderen. We zien ook bijvoorbeeld dat steeds vaker het advies wordt gegeven om te stoppen met drinken voor mensen die zwanger willen worden. Mensen die moeite hebben met zwanger raken. En dan wordt ook gezegd, ook voor de man is het belangrijk om minder te gaan drinken, want het heeft effect op je spermakwaliteit en de hoeveelheid sperma die je maakt. Laten we ook even kijken hoe de mannen het eraf brengen deze week met het verliezen van gewicht en het winnen van een nieuwe levensstijl. Ik ben niet helemaal gestopt. Ik sta mezelf één keer in de week een glaasje wijn toe en op feestjes. Dan probeer ik het wel te temperen tot één of twee glaasjes rode wijn. Voorheen dronk ik minimaal 2 glazen per avond. Eigenlijk ook om beter te kunnen inslapen. Maar ik heb nu gemerkt dat heb je helemaal niet nodig. Zeker door mijn ziekte heb ik gemerkt dat combinatie van te weinig energie hebben, zie ik de noodzaak er wel van in. Dat ik gezond moet zijn, ik ben 63 jaar, kom nu in de leeftijdscategorie dat je uiteindelijk toch op een gezonde manier oud wil worden. Ik heb er nooit heel erg over nagedacht hoe het zou zijn als je stopt met drinken. De eerste dagen was het even raar, maar uiteindelijk het viel me gewoon 100% mee. De alcoholvrije biertjes worden steeds beter en steeds beter vertegenwoordigd, ook in de horeca. Dus je hebt veel meer keuze. Niet hetzelfde zeggen van alcoholvrije wijn. Dat is nee, nou ja, daar is nog wel wat winst te boeken. Daartegen wel weer alcoholvrije gin tonics, die kun je heel leuk doen. En dan wordt het, dat is mijn redmiddel als ik even niet wil drinken. Pak gewoon een wit biertje, zo'n 0,5 liter... alcoholvrij. Of een kleiner glaasje. Of een kleiner, maar dat is omdat je die halve liters heb je toch altijd, hè? Die grote vazen witbier. In het begin valt iemand op dat ik een ander flesje heb, maar daarna sta ik met hetzelfde glas te drinken. Hij heeft dezelfde kleur, ziet er precies hetzelfde uit. Dus dat hele idee van dat jij buiten de groep ligt omdat je niet drinkt, is dan alweer weg. Eigenlijk, Roel, ik herken dat ook, is het toch belachelijk dat jij een soort van vermomgedrag moet gaan. Tuurlijk is dat wel, ja. Maar na verloop van tijd wennen ze eraan. Mm-hmm. En dan is het weer oké. Okay. Ik was eerst stoppen met drinken omdat ik wilde afvallen. Dus daar had ik een hele concrete, duidelijke reden voor. En helemaal niet zo ingegeven door dat ik daar nou verder van die hele diepe gedachten bij had. Maar ben je dan eenmaal zover en kijk je terug, dan is het verbazend om te zien hoeveel dingen je had ingebeeld van een leven zonder alcohol, die helemaal niet zo zijn. Mm. Je denkt dat het super ongezellig is, want je drinkt niet mee. Is helemaal niet waar. Het is net zo gezellig. Je denkt dat het enige is, ik zeg tegenwoordig van nou, als ik 28 was en nog steeds ongetrouwd en ik moest een meisje versieren en ik dorst het niet. Nou, dat is dan het enige moment waarvan ik van denk, nou ja, oké, dan moet je dan maar 3 glazen bier bij nemen. Dan durf je die stap misschien te nemen om dat meisje te aan te spreken. Nou ja, ja. Maar dat is het ook. Ja, en stoppen met drinken, dat heeft wel meteen voordelen. Je hebt geen kater de dag daarna. Je slaapt beter. Zeker. En dat zijn gewoon directe effecten die je kan merken. En er zijn weinig dingen die je verandert naar een gezonde gewoonte waarmee je dat zo snel kan voelen. Dat moet je ook gemerkt hebben. Absoluut. Nee, vooral dat slapen is bijzonder. Maar alles wat je hier over zegt, moet ik tussendoor gooien, klinkt alsof zo, wat moet die gozer een hoop gedronken hebben. Ik wil hier ook graag vertellen, gezelligheidsdrinker. Een biertje op het voetbal, een biertje op het feestje, misschien een glaasje rode wijn bij de maaltijd en een keer uitschieten als het echt een keertje gek is. Mm-hmm. Niks bijzonders. En toch, als je het niet meer doet, dan komen er allerlei functies terug. Wat jij ook zegt is dat we identificeren ons ook met het beeld, ik ben een drinker. Dat is zeg maar wat in je hoofd zit. En als je rookt, dan ben je een roker. Dat is jouw identiteit. Nou, ik vergelijk en daar heel horen vaak dus roken, allemaal inderdaad. Dingen bij. Ja. En als je dus een niet-drinker, daar hebben we ook allerlei beelden bij. Ja, en ja, dat past ja, dan niet bij je huidige identiteit. Waardoor een verandering ook op dit gebied even lastig kan zijn in het begin. Omdat je ook je identiteit moet aanpassen. En dat gaat natuurlijk vanzelf met je gedrag. Maar dat staat in het begin voor veel mensen wel verandering in de weg. Wat ik ook uit jouw boek haal en wat ik ook wel interessant vond, is dat
die felle reactie die het bij jou opriep toen de diëtist over jouw alcoholgebruik begon. Dat is ook wat we in de psychologie wel kennen als weerstand. Dus jij krijgt eigenlijk nu een verzoek om je gedrag aan te passen, om te stoppen met iets. Waardoor het ook kan voelen alsof je vrijheid beperkt wordt en er echt iets van je ontnomen wordt. Dat ligt met deze podcast ook op de loer. Hè? Dat mensen gaan zeggen, maar wat mag ik dan nog wel? Ja. Nou, ik denk dat dat een mooie uitdaging is voor de komende week. Om een keer samen met je vrienden te gaan testen welk 0.0 biertje je wel lust. Want de keuze is inmiddels reuze. Ja. Dus gewoon samen proeven en wie weet vind je er één waarvan je denkt, ja, dit is net zo lekker als wat ik anders altijd dronk. Ja. En nou ja, jij bent toch van de uitdagingen voor de diehard mannen? Ja. Nou, daar heb ik er ook nog wel eentje voor, denk ik. Doe je maar. Hebt een hele mooie app, de IKPAS app, waarbij je in de app kunt gaan challengen. Je uitdagen jezelf om gewoon helemaal geen alcohol te drinken. En dus te kijken hoe lang je het volhoudt met die app. Ja, ik vind het een goed idee. Dus gewoon cold turkey. Oké, okay, voor diehards is de uitdaging, het vriendelijke verzoek, het ding wat je zou kunnen proberen om inderdaad met de IKPAS-app te kijken hoe lang jij het weet vol te houden. Maak daar gerust ook een wedstrijdje van met je vrienden en in ieder geval een week. En namens Astrid, als altijd, soft en lief voor iedereen. 0.0'tjes testen, dat is hem. Ik kan me voorstellen dat je al 20 keer bent gestopt met het luisteren, maar ben je dat niet, dan ben je misschien wel rijp om ook eens echt serieus na te denken of dat drinken misschien toch niet eerder een stomme gewoonte is dan iets van levensbelang. Denk daar eens over na en met deze stichtelijke woorden nemen wij voor deze week afscheid van je. Volgende week alweer de laatste, hoe het verder moet. Tot dan.